Hoi allemaal, van harte welkom weer bij Black Beauty Lifestyle. Superleuk dat je kijkt. Vandaag eten we wraps. Ik ga je vandaag laten zien hoe ik mijn wrap maak. En wie weet kun je dit ook proberen en dan kun je ook genieten van overheerlijke wraps. Maar wat heb je nou nodig? IJsbergsla. Kalkoenfilet heb ik genomen, omdat het afgeprijsd was. Het is vandaag de 11e en ik maak het ook vandaag. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon kipfilet nemen en het in blokjes snijden. Dat is ook mogelijk. Spek heb je nodig. Dat gaan we droog bakken. Komkommertje, tomaat, frietsaus, chilisaus en natuurlijk de wraps. Ik ga me voorbereiden en ik ga je ook weer stap voor stap laten zien hoe jij dit kunt maken. Wat ik vergeet te zeggen is dat ik de kip ga kruiden met deze kipkruiden. Het is de goedkoopste van Albert Heijn. En het is gewoon, weet je, dit is in principe zout. Dit wordt de kruiden voor de kip. Ik heb de spek in de pan gezet, zonder olie. Je moet echt geen olie eraan toevoegen, want spek heeft heel veel vet. Het gaat in zijn eigen vet bakken. Ik heb nu even het vuur zachter gezet om jullie dit te laten zien. Ik heb een pan genomen met een anti-aanbaklaag. Dus dan ga ik alles stuk voor stuk in de pan doen. En ik moet het in twee etappes bakken. Dat ga ik ook doen. Kijk, de eerste is al helemaal bruin. Ik had het vuur wat hoger gezet. Dus geen olie hieraan toevoegen. Anders wordt het veel te vet. Ik wil jullie wat laten zien. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Zojuist heb ik de spek gebakken. Kijk, die spek is hier. En kijk wat de vet ervan afkomt. Daarom moet je nooit olie eraan toevoegen. Kijk, ik hoop dat je het goed kunt zien. Spek heeft ontzettend veel vet. Wat ik nu ga doen, ik ga dit op een bord leggen. Dan ga ik mijn kip hierin bakken. Ik ga verder geen olie eraan toevoegen, want ik heb voldoende vet hier. Nou, de kip is klaar. Althans, het is gaar. Ik heb nu de kruiden eraan toegevoegd. De kruiden moet je toevoegen aan de hand van de hoeveelheid zout die je zelf gebruikt. Want dit is in principe zout met een smaakje. Ik heb dit eraan toegevoegd. Ik ga het nog heel even roeren. Laat ik hem nog even bakken. En dan is dit klaar. Dit is met 5 minuten klaar. Oké dan, dames en heren. Kijk, dit is mijn kip. Althans mijn kalkoen. Ik heb de sla even gewassen. Is een afwijkingje. Want eigenlijk hoeft het niet. Hier heb je de komkommer, tomaat en de spek. Hier heb je dus de wrap. Wat ik nu ga doen, ik ga een beetje mayonaise erop doen. Kom op. Zo. Check. En een beetje van de chilisaus. Check. En dan ga ik het zo hier overheen wrijven. Dit is lekker samen. Echt niet normaal. Met dezelfde lepel, je mag ook een andere lepel gebruiken natuurlijk als je dat wil. Zet ik wat kip erop. Sla. Komkommertje. Oeps. Er nog eentje en tomaat, dan pas zet ik de spek, maar de volgorde maakt niet zoveel uit hoor. Je mag zelf even kiezen welke volgorde je wil. Check it out, die kleuren zijn mooi hè. Ik doe altijd twee spekjes, maar natuurlijk kan je meer doen. Het is up to you. Ik ga dit nu zeg maar wrappen. Zo weer elkaar rollen. Ik laat je straks het eindresultaat zien. Dames en heren, kijk, hier heb je de overheerlijke wrap. En geloof me, al met al ben je met 10 minuten klaar. Check it out. Even je laten zien. Kijk, dan zie je de kip, je ziet de spek en de groenten, zeg maar.
Sla dus komkommer en tomaat. Heb ik hierin. Over heerlijke wrap in 10 minuten. Ik wil je alvast bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Heb jij ook een suggestie om overheerlijke wraps te maken? Laat het in de comment achter en dan ga ik het ook proberen. Nogmaals, dank voor het kijken. Show me the love. Deel deze video, doe een duimpje omhoog. En tot de volgende kookvlog. Doeg!